Dit is de Ring Battery Doorbell Plus, de nieuwste deurbel van Amazon. En in deze deurbel met accu worden de beste features en de meest belangrijke features van alle andere Ring deurbellen gecombineerd. Wat is er nieuw en is dit de aanschaf of een upgrade waard? Hoi, hier David van Bright. Vandaag verwacht ik een heel belangrijk pakketje. Toch zit ik hier bij het park, lekker weer. En dat kan omdat ik een nieuwe videodeurbel van Ring heb. Om precies te zijn, de Ring Battery Doorbell Plus. Dat is één van de 9 Ring deurbellen die Amazon in hun assortiment hebben. Deze nieuwe Ring deurbel die combineert de beste features van al die andere Ring deurbellen in een nieuw model. En het is ook voor het eerst dat die high-end features terug te vinden zijn in een deurbel met een accu. En het is niet de duurste Ring deurbel, want hij kost €179,99. Even in vogelvlucht, wat is er nieuw in deze Ring Battery Doorbell Plus? Om te beginnen, hoofd tot teenzicht. Dat heb ik vrij vertaald van het Engels, maar dat betekent dat je verticaal veel meer kan zien. Dit is ook de eerste Ring deurbel met een accu die pakketjes kan herkennen. Hallo? David, ik heb hier jouw Satisfyer. Oh, eindelijk. En hij heeft ook een hogere resolutie, 1536p met nachtvisie. Rare resolutie trouwens, 1536. De nieuwe Ring heeft dezelfde afmetingen als de Ring Doorbell 4. En de montage is ook vrij eenvoudig. Dat kan bijna iedereen doen. Hij wordt geleverd met een hoekmontageset, waardoor je hem iets naar binnen kan laten wijzen, zodat je bijvoorbeeld de postbode beter ziet. Maar niet zoals bij sommige andere Ring Doorbellen met een kantelmontageset. Dat is ook niet nodig, want een van de nieuwe features is dat hij dat hoofd tot teenzicht heeft. Je kunt verticaal gewoon veel meer zien. Een aantal van die oude camera's die hebben verticaal een zichthoek van ongeveer 85 tot 90 graden. En dit is maar liefst 150 graden. Dus je kunt ook de voeten van de postbode zien. Deze nieuwe Ring kan je ook bedraad op je bestaande deurbelsysteem monteren of alleen op een accu laten draaien. Als je hem op een accu laat draaien, moet je hem natuurlijk eens in de zoveel tijd de accu opladen. Ik heb deze pas net, dus ik weet niet hoe lang die meegaat. De claim is enkele maanden, maar ik heb gelezen dat als je hem met bewegingsmelding en dergelijke gebruikt, dat je toch al snel na 6 tot 8 weken moet opladen. Bedraad is natuurlijk veel makkelijker, dan hoef je hem helemaal niet op te laden. Het grote verschil met al die andere ringcamera's, op eentje na, is de hogere resolutie. Die nieuwe die heeft 1536p met kleuren nachtzicht, net zoals de Doorbell Pro 2. Die andere camera's die hebben allemaal 1080p. Ik moet zeggen dat de videokwaliteit heel goed is voor een deurbel. Zeker beter dan de vorige, hoewel je daar ook prima mensen aan herkent. 'S Nachts is het natuurlijk wat minder, dan heb je wat meer ruis, maar dat is natuurlijk te verwachten. Misschien nog opvallender dan die hogere resolutie is die verticale kijkhoek die dramatisch is toegenomen tot 150 graden. Bij de andere camera's is dat ergens tussen de 85 en de 90 graden. Nou vraag ik me eigenlijk af of dat in Nederland nou wel zo handig is. Want het is eigenlijk bedoeld voor de Amerikaanse markt. Dat zie je ook aan alle marketing van Ring. Zelfs al ga je naar de Nederlandse site, dan zijn al die filmpjes, ja, dat zijn Amerikaanse situaties. En dan zie je een pakketbezorger het pakketje voor de voordeur neerleggen. Nou, van zijn levensdagen ga ik dat in Amsterdam zeker niet doen. Maar ik denk dat dat gewoon niet in onze cultuur zit. Wij hebben gewoon andere architectuur. Mensen gaan niet pakketjes voor de deur neer laten leggen. En dat is nou precies waar je die verticale kijkhoek voor nodig hebt. Want deze nieuwe Ring die kan ook pakketjes herkennen. Kortom, dat zijn van die features die ja, wel of niet belangrijk zijn afhankelijk van je woonsituatie. En ik woon natuurlijk gewoon aan de straat en dan heb ik ook niet zoveel aan bewegingsmeldingen. En er komt nog bij dat in mijn pand 20 mensen wonen en die komen en gaan. En als ik dan bewegingsmeldingen de hele dag doorkrijg, dan word ik knettergek. Dus dan heb ik eigenlijk al 2 belangrijke features in het algemeen van Ring deurbellen waar ik niks aan heb. Pakketherkenning en bewegingsmeldingen. Dat geldt natuurlijk voor mijn woonsituatie en misschien niet voor jou. Misschien heb jij een eigen oprijlaan of gewoon een tuintje waar de postbode in moet lopen en dan zijn die dingen wel handig. Zoals bij de meeste Ring deurbellen kan je via de app de bewegingsmeldingen verfijnen. Bijvoorbeeld door een zone aan te maken die alleen bewegingen waarneemt op jouw stoep en niet op de straat, de openbare weg. Dat scheelt al heel veel in meldingen, maar bij mij thuis, ja,
moet ik hem gewoon uitzetten, anders word ik helemaal knettergek. Er zit ook een functie in, slimme meldingen, die mij in de eerste instantie slim leek. Als ik niet antwoord als iemand aanbelt, dan kan ik automatisch boodschappen door de Ring deurbel laten uitspreken. Alleen, het is toch niet zo slim als ik dacht, want ze zijn in het Engels, zelfs al staat mijn telefoon op Nederlands, en ik kan niet zelf een boodschap invoeren. Althans, ik kan niet vinden hoe je dat doet. We can't answer the door right now, but if you'd like to leave a message, you can do it now. Voor een aantal van die geavanceerde features, zoals persoonsherkenning, heb je ook een Ring Protect abonnement nodig. Daar heb je twee versies van. Heb je slechts één ringcamera, een deurbel of een beveiligingscamera, dan kan je wegkomen met een abonnement van €3,99 per maand of €39,99 per jaar. Maar heb je meerdere camera's, een combinatie van beveiligingscamera's en een ringdeurbel, dan zit je vast aan een wat duurder abonnement van €10 per maand of €100 per jaar. Als je je ringdeurbel alleen gebruikt als video-intercom, dan heb je eigenlijk niet echt een abonnement nodig, tenzij je al die speciale features wil. Als je geen abonnement hebt, dan worden de video's 30 dagen opgeslagen. Neem je een abonnement, krijg je naast al die features ook nog eens 180 dagen video-opslag. Als ik puur en alleen kijk naar de specificaties van deze nieuwe Ring Battery Doorbell Plus, dan is dit misschien wel de meest flexibele en beste koop van alle Ring deurbellen. Hij kost namelijk maar €179,99. Daarvoor krijg je dat top-tot-teen zicht, die grotere resolutie, nachtkleuren. Je kunt een bedraad aansluiten en op een accu laten draaien. Ja, dan lijkt het een hele goede koop. Maar kijk ik verder dan de specs van mijn neus lang zijn, dan is dit misschien toch niet de beste deal. Nieuwe features zoals pakketherkenning, ja, dat is totaal gericht wat mij betreft op de Amerikaanse cultuur, infrastructuur en architectuur. Ik heb er helemaal geen behoefte aan. Ik heb bijvoorbeeld, zoals gezegd, geen behoefte aan pakketjesherkenning en ook niet aan allerlei bewegingsmeldingen. En dan is dat top-tot-teen verticale zicht, ja, niet zo heel zinvol. Hooguit dat ik kan zien welke sneakers mijn postbezorger vandaag weer aan heeft. Ik heb geen ringdeurbel, dus als ik er eentje moet kopen, ja, dan denk ik toch dat ik voor een goedkopere budgetversie ga, namelijk de tweede generatie ringdeurbel. Die kost namelijk €99,99 en die doet in grote lijnen precies wat ik wil. Hij functioneert als video intercom deurbel en dan kan ik tegen de bezorger zeggen, breng het pakketje naar de buren of leg het in de tuin. Maar in elk geval niet voor de deur. Maar dat geldt natuurlijk voor mijn woonsituatie. Is jouw woonsituatie heel anders? Heb je wel behoefte aan bewegingsmeldingen en pakketjesherkenning? Of misschien heb je al een ecosysteem van ringbeveiligingscamera's? Dan is de Ring Battery Doorbell Plus wat mij betreft de beste koop in het huidige assortiment van Ring deurbellen. Klinkt trouwens heel aardig, pakketherkenning. Maar in de praktijk herkent hij mijn kleine pakketjes niet. En daar zit mijn nieuwe Apple Watch Ultra 4 in. Ultra 4, Ultra 2. Ja, precies. Dat is ook de grap. Oh, sorry.